De comfortabele gezinsstad stond gisteravond weer op de agenda van de politieke markt. De eerste notities werden besproken op 12 januari. En om uw geheugen op te frissen, dit waren de meningen toen. Goed dat het college met een stuk komt en meer ambitie toont voor de comfortabele gezinsstad. En daarom in dit geval dus ook met zo'n uitgebreid programma komt. Het is wat ons betreft ook wel echt broodnodig. Want als je kijkt dus naar de woonaantrekkelijkheid van Apeldoorn gaat het op dit moment niet al te best. Een comfortabele gezinsstad is wat de SGP betreft meer dan een x-aantal gezinnen in je gemeenteregisters inschrijven. Er kunnen zelfs relatief weinig gezinnen zijn, terwijl er toch Apeldoorn een hele comfortabele gezinsstad is. Volgens ons is dat een stad waar mensen, dieren, jong, oud, werkend, studerend, alleen samen, gescheiden, met kind of kinderen of met ouderen, veilig, respectvol kunnen groeien en leven. Daar zijn een aantal randvoorwaarden voor nodig. Uit mijn interrupties heeft u natuurlijk al begrepen dat de VVD er iets anders in staat. Niet hoe wij tegen deze mooie gemeente aankijken. En dat we dit een geweldig mooie vestigingsplaats vinden voor iedereen. Niet alleen voor gezinnen, maar ook voor alleenstaanden en dergelijke. Als VVD zijn we dan ook altijd tegen doelgroepenbeleid. Maar wij vinden deze notitie overbodig. Omdat het al in heel veel andere notities en nota's en NPB's en dergelijke heel veel van deze zaken naar voren komen. Dus om dat nog apart te benoemen, vinden wij niet nodig. Van wat is nou comfortabel? Wat betekent dat? Mijn eerste associatie was een tropisch eiland onder een palmboom met een lekker glaasje. Heel lui en lazy enzovoort. Dat is niet zoals wij dat comfortabel interpreteren. En dat is meer dat het goed gefaciliteerd is, goed geregeld. Je kan goed wonen, goed ontspannen, het is prettig, het is schoon. Allemaal van dat soort dingen. Wij delen deze ambitie ook, omdat wij als CDA geloven dat gezinnen een belangrijke rol spelen in de samenleving. In elke ambitie zou duurzaamheid als een rode draad worden uitgewerkt. En wij vinden dat die duurzame rode draad ontbreekt in dit programma. En we hopen echt heel erg dat deze nog verder uitgewerkt gaat worden. Ik heb opgroeiende kinderen gehad. Ik vond het best comfortabel in Apeldoorn. Wat mankeert er aan dan? Voor een deel mankeert er niets aan, maar is het vooral zorgen dat mensen die niet in Apeldoorn wonen, jonge gezinnen, weten hoe comfortabel het hier kan zijn. Voor een ander deel is het hoe zorgen we dat het ook over 10, 20, 30 jaar nog steeds diezelfde comfortabele gezinsstad is. En er is ook een deel waarvan je zegt, nou daar kan het nog wel een slagje beter, of daar kunnen we wat extra aandacht aan besteden. Na deze vergadering werden er diverse onderzoeken uitgevoerd. Het burgerpanel werd ingeschakeld, wat ruim 2500 reacties opleverde. Maar ook de raad ging zelf de straat op en peilde de meningen van de burgers op onder andere de markt en het Schubertplein. Nou, wij zijn heel tevreden, want we zijn net verhuisd hier naartoe. Oké, waar kom je vandaan? We hebben uit Purmerend gewoon 9 jaar, kom je wel vandaan. En we zijn eigenlijk ook omdat zij geboren werd teruggegaan, omdat ik hier mijn familie heb wonen. En ik het veel mooier vind wonen qua groen, ja? Rustiger. Nou ja, gewoon gezelliger. Dus ik ben heel tevreden. Ja. Zijn onderdelen waarvan u zegt, goh, even wat extra aandacht aan geven? Een speeltuintje bij ons in de buurt, voor haar leeftijd. Oké, en wat is bij ons in de buurt? In de parken woon ik. In de park, oké. Ja, ja, daar is weinig speelmogelijkheid. Jij hebt op scholen, maar dat is natuurlijk in het weekend dicht. Precies. Dus dat mis ik wel. Ja, mist u nog iets voor de kinderen hier in Apeldoorn? Nee, ik zal het niet weten zo. Nee. Uw kinderen, is dat uw dochter? Of? Dat is mijn dochter, ja. Oké, okay. Dus nog meer kleinkinderen, leuk. En wat vindt u van Apeldoorn als comfortabele gezinsstad, zou ik zeggen? Een prima stad om in te wonen, moet ik zeggen. Ja, ja, dat voelt leuk, hè? Woont u hier al lang? Ja, hoe lang? Sinds 94. Dus dat is al wel een tijdje. Ja. Maar u bent ook niet van plan om weg te gaan? Nee, wij gaan voorlopig niet. Als we gaan, blijven we binnen Apeldoorn, ergens anders, zeg maar. Fietspaden mogen hier en daar beter. Fietspaden mogen beter? Kun je een voorbeeld geven daarvan? In de mate hobbelen ze behoorlijk. En wij fietsen alles, want we hebben geen auto. Ja, dus, ja. Ik woon heerlijk in Apeldoorn en ik wil er ook niet weg en ik wil ook niet uit mijn huis. En dus zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En Apeldoorn is gewoon... U bent tevreden? Ik ben tevreden, ja. Vuilnis is duur. Ja, met alle luiers. Ja, precies. Ja. Heb jij genoeg speelruimte? Ja, vind ik wel. Ja? Zijn er aspecten waarvan u zegt van, goh, daar mag wat meer aandacht aan gegeven worden? Heb ik op dit moment niet. Helemaal nee. Niks? Nee.
Jeetje, dan doen we het goed. Ja, tevreden. Helemaal tevreden. Ik ben tevreden. Nou, ja. En voor de rest nog zaken waarvan u zegt, daar moet aandacht aan worden besteed? Nou, er waren wel opvallende zaken, maar er was meer in de menselijke sfeer. De mensen vinden het interessant dat wij ons uit ons witte clubhuis aan de markt afdalen. En dat we in de wijken gaan zitten om daar te infiltreren. Wat speelt hier? Wat is hier aan de hand? Het tweede opvallende punt was, men wil heel graag praten, alleen liever geen namen. Men wil anoniem praten. Dat was ook een opvallend punt. Het lijkt dan alsof men bang is voor een politieke partij of een gemeente. En het lijkt me toch niet dat dat zo moet wezen. Want wij moeten juist voor de mensen als politieke partij. En omdat we gekozen zijn, wij moeten juist voor de mensen opkomen. Je bent er de eerste keer bij geweest en vandaag. Wat zijn de ervaringen nou? Jouw ervaringen? Mijn ervaring is dat eigenlijk iedereen die ik gesproken heb tot nu toe op een enkeling daar gelaten heel positief was over Apeldoorn. En dat wij eigenlijk wel weer heel blij waren met die positiviteit van de mensen. Omdat wij als raadsleden heel vaak alleen maar negatieve verhalen horen. Wij horen heel vaak kritiek, dat is logisch natuurlijk. Maar we waren de positiviteit wel een beetje kwijt, denk ik, zo nu en dan. Ja. Dus dat was heel leuk om mee te maken. Gisteravond werden niet alleen de resultaten gepresenteerd, maar ook de vervolgstappen die het college wil zetten. Ja, wat wij geconstateerd hebben is dat jong en oud in Apeldoorn enorm enthousiast is over deze prachtige gemeente. Ja, dat biedt ons heel veel houvast om verder te bouwen aan die comfortabele gezinsstad. En dat is natuurlijk het geheim van de smid. Hoe gaan we dat doen? Nou, wat we gaan doen, we hebben inderdaad nu onderzoek gedaan naar hoe Apeldoorn er eigenlijk voor staat. We hebben ook heel veel acties in de stad gedaan om mensen maar te vragen van wat vind je nou van ons als comfortabele gezinsstad? En we hebben daar eigenlijk een drietal thema's uitgehaald waar we de komende periode een programma omheen gaan bouwen. Dus daar gaan we concrete acties op uitvoeren. Het eerste thema is de buitenruimte is van iedereen. En dan gaat het echt over de vragen wat doen we in de buitenruimte in Apeldoorn? Hoe maken we dit nog mooier om in te bewegen, om in te fietsen enzovoort. Het tweede thema is veilig en gezond opgroeien in Apeldoorn. Dus dan gaat het echt over hoe we onze jongeren helpen om een stap verder in onze samenleving te zetten. En het derde thema gaat over de verbinding tussen generaties. Hoe zorg je ervoor dat jong en oud elkaar in Apeldoorn ontmoet? Ja, en met name die laatste, dat is een beetje buitenbeentje. Een buitenbeentje waar ik ongelooflijk blij mee ben. Omdat het ons de kans biedt om letterlijk en figuurlijk de jongeren en de ouderen in Apeldoorn aan elkaar te verbinden. Wat wij zien is dat Apeldoorn sterk vergrijst aan de ene kant. En tegelijkertijd dat we blijven groeien de komende jaren. Omdat heel veel gezinnen zich hier vestigen. Nou, als je die twee doelgroepen aan elkaar kunt verbinden, heb je goud in handen. Wordt vervolgd, wanneer? Wij gaan nu bezig om deze drie thema's verder uit te werken. Dan gaan we concrete acties onderschrijven. En aan het eind van het jaar komen we daarmee terug bij de gemeenteraad.